Finn Stokkers, een bomvol café, oprichtingscafé van NAC. Voor jou de presentatie. Welkom bij NAC, dat is dan gelijk duidelijk. Ja, inderdaad. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En wat ik zeg, ik vind het heel bijzonder. Ja, je hebt een 2-jarig contract bij NAC getekend. Wat voor speler ben je? Wat kunnen mensen verwachten van je? Ik ben een spits. Die altijd voor goal te vinden is. Een neusje voor het goal wat dat betreft. Een loper, een werker erin. En een teamspeler. Ik denk dat vooral mensen van mij kunnen verwachten dit seizoen. Ja, zijn dat jouw sterke kwaliteiten? Want je hebt natuurlijk al wat ervaring hè, wat dat betreft in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Ja, daarom. Dus ik heb het nodige ervaring. En ik denk dat ik dat goed bij NAC kan toevoegen om me verder te ontwikkelen. En NAC ook te ontwikkelen, want daar zit heel veel rek in. Na vanavond extra zin om te beginnen? Ja, zeker. We hebben een mooi doel. Dus ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is. Dus ja, dat is een heel mooi doel om aan te werken. En een mooi avontuur om aan te beginnen nu.